konden, zeg maar zeggen, tot zo'n 180 aan hypotheek krijgen. En de Zwolle kopen daar een prima huis voor. En in Utrecht begint het bij 2 ton. Ik heb zelf altijd gezegd, ik ga dood in Overvecht. Niet omdat de kans heel groot is, maar gewoon omdat ik daar altijd wilde blijven, zeg maar. Mm. En een paar jaar later moet je dan toch zeggen van, het gaat gewoon niet lukken. Nou, in Utrecht zaten we op een klein flatje, dus als je naar buiten wilde, moest je zeg maar zeggen, langs het zwerfvuil, over een drukke straat en dan ergens naar een plekje waar ze een beetje konden spelen. En hier zet je de tuindeur open en ze zijn gewoon 2 uur weg. Ja. En ze maken vriendjes en ze kunnen lekker graven en doen en dat is zo'n wereld van verschil. Het is al wat best wel dorps hier, wat dat betreft. Ja. Dus dat is voor de kinderen perfect en voor ons ook gewoon het voegt heel veel toe. Ja. Okay. Is de overstap waard geweest. In Utrecht de Domtoren of hier in Zwolle de Peperbus? Peperbus. Ja, toch? Ja, zeker.